Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie de halve linnen stitch laten zien. Of de halve linnen steek in het gewone Nederlands. Deze steek is bij toeval ontdekt door Night Sky. En een linnen steek, die zal ik jullie hier laten zien. Die is normaal gesproken 1 recht, 1 steek afhalen, je legt de draad ervoor of er half overheen. En dan brei je weer een rechte en weer zo'n afgehaalde steek met een draadje ervoor. Doordat ze toer 1 en 2 ging herhalen, kreeg ze dus een soort halve linnensteek. En dat betekent dus dat de floats, de voorliggende draadjes eigenlijk, die komen dan op eenzelfde lijn te liggen. En ook die rechte steek, die zie je hier dus op één lijn. Was een steek die binnen het loom nog niet bestond. Dus we hebben een nieuwe steek ontdekt, zouden we bijna zeggen, hier in Nederland. Het grappige is als je hetzelfde materiaal gaat gebruiken. Dit is dan toevallig op de naalden gedaan, omdat ik zelf even moest ontdekken van hoe zit die steek nou in elkaar, is dat als je hem op de loom doet, ja, dat hij zowat 2 keer breed wordt. Dit is op de breiring gedaan, zelfde materiaal, maar dan dubbel draads. En ik heb er hier ook nog eentje, die heb ik op de all-in-one gedaan, dat is ook een loom. En zoals je ziet, komt hij er heel compact uit te zien. En ik zou bijna zeggen, hier ziet hij er lang zo mooi niet uit, omdat hij dus eigenlijk te compact is. Verder heb ik hem ook met een ander materiaal nog gebreid. Dat is deze. En eigenlijk ook op een andere manier gebreid. Maar je ziet hier dus gewoon heel losjes de rechte steken. Dus de echte rechte is hier gebruikt. En je ziet hier dan die voorliggende draadjes meegevoerd worden. En dat het dan gewoon mooi eruit gaat zien. Het grappige van het loomen is dat je dus deze steek op 3 verschillende manieren kan doen. En het is ook een beetje loom. Ja, welke loom je gebruikt afhankelijk. Die 3 manieren ga ik je ook laten zien. En dan kun je voor jezelf kijken van welke manier vind ik nou zelf het makkelijkst. Goed, ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 steken opgezet. In ieder geval gebruik ik dus de echte rechte en daar doe ik dan 1 toer mee. Dus altijd afwisselend 1 toer recht of 1 rij recht en een rij dat je dus de rechte steek afwisselt met een andere steek die ik zo dan ga laten zien. En zo krijg je dus dat leuke effect van die linnensteek. Goed, je kan ervoor kiezen om een kantsteek te gebruiken. Dat doe ik in dit geval niet. Mijn laatste pek heeft een beetje moeite, dus ik zet hem erop. Ik brei mijn eerste steek recht. Om dus dat effect te krijgen en dat draadje voorlangs, dat dient dus aan de kant te zitten waar je dus die V-vormpjes van het breiwerk gaat krijgen. Nou, zoals je weet, als je hier een rechte steek doet, dan krijg je die ribbels. Dus daar moet je niet zitten. Maar ja, hoe krijg ik hem dan naar die andere kant toe? Dat kun je op verschillende manieren dus doen, op 2 manieren eigenlijk.
Je haalt de steek af, je legt de draad ervoor, je zet de steek weer terug. Je breidt vervolgens de rechte steek. Dan moet je in de eerste rij even goed opletten dat je dat ook daadwerkelijk om en om doet. En als je op een gegeven moment bij de, ja, eigenlijk de, hierna doe je dan nog een rechte rij. En dan weer zo'n rij met recht en afhalen van de steek. Dan kun je dus, als je even niet meer weet waar je bent, de steek opliften. En dan zie je eigenlijk hieronder dan waar je zit precies. Want dan zie je dus een liggend draadje. Goed, steek afhalen, draad achter de pek en je zet de steek weer terug. Niet te strak, niet te los, want als die te los is, gaat die een beetje een hobbeltje geven. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En te strak moet je ook niet doen, want dan rekt het breiwerk ook niet erg mee. Goed, kijk, zoals ik wat ik nu doe, krijg je de draad er niet voor. Wat je doet, is de draad gewoon naar voren halen. Je haalt de steek af. Je legt hem achter de pek. En je zet hem weer neer. En je breidt vervolgens door. Zoals je nu ziet, had ik beter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steken op kunnen zetten. Want hij eindigt hier met een rechte steek. En dan krijg je twee rechte naast elkaar. Dus eigenlijk is het altijd een even aantal. Dus bijvoorbeeld 36. Je zou 36 steken nodig hebben. En dan haal je er eentje af voor die laatste rechte steek. Goed. Dat was manier 1. Dan gaan we gewoon weer even recht terugbreien. Ik laat jullie mijn manier zien van de echte rechte breien. Er zijn andere manieren, maar dan verwijs ik je naar mijn video over de echte rechte. Daar laat ik meerdere manieren zien van hoe je een rechte steek op de loom kunt breien. Goed, we waren hier begonnen met een, zoals je ziet, met zo'n afgehaalde steek en het draadje achter de pek langs. Dus dat onthoud ik even goed. Dus dan is het vanaf hier ga ik hem weer recht breien aan het begin van de rij. Nou, als je toch even kwijt bent van waar was ik ook alweer. Je haalt gewoon even de steek eraf. En kijk, zoals je hier ziet, zie je dat draadje eigenlijk lopen. Doe ik dat bij de volgende steek, dan zie je dus die veetjes lopen van de, ja, van de echte rechte natuurlijk. Goed, ik weet dus dat ik hier die effect, of dat effect moet maken. En dan laat ik je nu een tweede manier zien. Je haalt de haak bovenlangs door de steek, alsof je een averechtse steek gaat breien. Je lust hem er doorheen, maar nou haal je de steek er niet af. En dat heeft natuurlijk een reden. Want ik wil geen averechtse steek hier, ik wil een voorliggend draadje hebben. Nu haal ik wel die lus over de kop van de pek heen. En ik laat hem los. Hij ligt er dus nu achter. En dan ga ik heel rustig trekken. En zoals je ziet, de draad gaat door de steek heen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, want ik wil hem hier voor hebben liggen. Dus hier, om dit effect te krijgen. Nou, hier kan ik eigenlijk ook al een beetje aan zien van, oké, ik heb hem hier voorgelegd, dus ik moet nu een rechte breien. Dus hier hebben we weer dat effect. Je breidt eigenlijk, of je doet net alsof je een averechtse steek breidt. Je haalt hem er niet af, maar die lus haal je over de pek heen. En je trekt hem
heel rustig door de steek heen. Zodat hij dus voor aan je breiwerk komt te liggen eigenlijk. Nou. Idem dito hier weer. Je breidt een halve averechte, zou ik bijna zeggen. Je lust hem eroverheen. Je trekt hem rustig door. En je breidt weer verder. Nou. Normaal gesproken zou ik hier dus nu een rechte rij weer gaan breien. Maar ik heb ze nu uitgelegd. Dus je breidt die rijen om en om. Dan zal ik nog één manier laten zien. En die doen we door middel van averecht breien. Elk voorbeeld wat ik laat zien heeft voordelen en nadelen. En het nadeel van die manieren die ik net liet zien is dat je eigenlijk niet zo goed kan zien waar nou die dat steekeffect komt. Maar je kan wel goed de rek meegeven. Nou, ik heb nu een toer averecht gedaan. Ook hier geldt weer voor, de averechtse steek wordt door mij op dit kanaal ook uitgelegd. Ook op een aantal manieren. En kijk gewoon welke manier bij jou past. Dit is mijn manier. Maar iedereen heeft een eigen manier van breien. Goed. We hebben dus een toer of een rij averecht gebreid en nu gaan we weer die rij met dat effect doen. Je breidt een steek averecht. Nou, hier was die rij met die effect, of met dat effect. Je haalt de steek achterlangs, je breidt niks en je breidt je volgende steek weer averecht. Je haalt hem achterlangs de pek en je breidt je volgende steek. Weer averecht, achterlangs, averecht, averecht. Nou, het voordeel is dat je dus nu wel kunt zien waar je bent gebleven. Dus je ziet hier die voorliggende draadjes, hier de rechte steek en het voorliggende draadje. Maar goed. De een breidt graag averecht, de andere breidt graag recht. En dat is de reden waarom ik het dus op verschillende manieren laat zien. Zodat je dus kunt kiezen van, ik moet een lapje breien. Wat gaat voor mij het meest handig? Ik zal hem nog één keer laten zien. En dan ook met de loem een beetje schuin. Dan ik zal hieronder de video in de informatie ook neerzetten hoe de steek gebreid moet worden. En dan kun je dat overnemen. Dat is misschien ook handig om erbij te hebben. Goed. We breien een steek averecht. Je haalt gewoon, niet te strak, niet te los, hem achterlangs. En je breidt weer averecht, achterlangs en dan averecht. En deze techniek kun je natuurlijk met de halve linnen gebruiken, maar ook met de hele linnen. En dan had je deze toer dus hier waar de draadjes aan de voorkant zitten, doe je die recht. En hier waar de veetjes zitten, doe je dan met dat voorliggende, of met de, ja, met de float, laten we het maar zo noemen. Dus dan krijg je dat springeffect van deze. En dat geeft ook een heel leuk effect. En dat is dan de linnensteek. En dit is de halve linnensteek. Er zal binnenkort, of misschien staat hij er nu al, ook nog een video, maar dan in het Engels, van The Ancient Lady Knits komen. En ook die kan ik aanbevelen om naar te kijken, al zou je alleen maar zien wat er gebeurt.
En misschien dat je daardoor de steek nog beter leert. Op het YouTube-kanaal van Night Sky staat een video. En die is werkelijk een close-up. Want daar laat ze het zelf zien met de zippy, hoe de floats of de voorliggende draadjes gaan. Ook die zal ik proberen te linken hieronder in de informatie, zodat je er makkelijk naartoe kan. Al is het alleen maar om even te kijken van, hoe ging dat nou? Ik wens jullie weer een hele fijne breidag toe en tot de volgende keer maar weer.